Welkom op het kanaal van Walnut. Veel leuker dan het kanaal van Makkes. Jongens, daar zijn we. En waar zijn we zelfs? We staan hier in een hele grote, mooie, open wereld met een mega gebouw daar. Laten we even die kant op lopen. Hé, hey, Rick. Hé, hey, jongen, Knul. Wat leuk om jou hier te zien. Hey, het is geen kerst. Het is kerst. Het is geen kerst, Rick. Wat zie je er goed uit, hé. Ik heb een baard laten groeien en, en een kerstmuts op, zo te zien. Ja. Ja, je ziet er heel goed rood uit, hé. Hey, waar zijn we? Wat is dit? We zijn bij onze bar. Onze bar? Gaan we de bar openen? We gaan de bar openen. Ja. Is het niet meer een taverne, omdat we in de middeleeuwen zijn? Het is een bar. Wij noemen het gewoon een bar. Eigenlijk is dit een taverne, maar wij noemen het een bar. Hey, ik zie dat wij met de merchant moeten praten, maar laten we even eerst kijken waar we gewoon zijn. Dit is van ons, beweer jij. Ja, dit ik heb dit gekocht. Dit heb jij gekocht? Ja, ik heb dat winkelcentrum van die Max in Content Veen verkocht. En ik heb dit even teruggekocht. Oh, jeetje, dit is wel gewoon echt even heel leuk, hè, dit. Dit is heel mooi gewoon, dit. Ja, het is ook groot, trouwens. Hij is echt heel groot, inderdaad, ja. Kijk, er ligt hier nog een bord. Jeetje. Arrow in the knee. Arrow in the knee. Dan weet je dit even. Goed, Rick, ik wil naar binnen, maar volgens mij is de deur gebarricadeerd als ik het zo zie. Ja, ik heb de sleutel nog niet. Oh, je hebt de sleutel nog niet. Nee, moeten we er niet naar bij de merchant hier ophalen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk het ook. Wacht, gaan we even met hem kletsen. Jeetje, hij praat gewoon Engels, Rick. Jeetje. Maar kijk, ze kunnen helemaal geen Engels. Ga jij maar luisteren en kom dan maar naartoe eens wat hij te vertellen heeft. Okay. Rick, wat heeft hij allemaal verteld? Hij heeft oatmeal, vindt hij lekker. Hij heeft morgen gedoucht. Hij heeft vanmorgen gedoucht, oké. En ik moet nu een bel kopen of zo. Een bel kopen? Waar? Hier? Oh, hier is de kassa. Jeetje, moeten we nou een bel gaan kopen? 200 euro, koop jij hem? Waar kan je die kopen dan? Bij Consumables. Consumables, oh een bel, oké, ik koop. Jeetje, kan ik die op jou gebruiken? Kom hier. Kom hier. Ik ga hem openen nu, Eric. Dit moet je als grote opening zien. De grand opening. Waar heb je die kerstmuts op gedaan? Het is kerst. Komt, ja? Boom! Oh, het had iets, ik had iets interessant verwacht. Gaat ie? Oh, we kunnen er doorheen lopen. Oh, het is veel te donker. Ik zie helemaal niks. Ik ga eerst een lamp kopen. Helemaal niks, hé. Een lampje kopen? Ja, ik weet niet of die dat heeft. Hallo. Ga jij maar even kijken of je een lampje... Er is helemaal niks, Rick. Het is donker hier. Oh, er zijn candles. Die moet ik gewoon aanzetten. Oh, dan kom ik terug. Jeetje. Je hebt het gemist. Dit was echt geweldig. Alles is ineens licht. Wow. Gast, dit is oprecht echt heel groot. Dit is gewoon onze bar. Wat doe je? Ja, ik zat te kijken wat dit allemaal is, maar ik denk dat ik ook een ex nodig heb. Maar wat vet. Ah, broken crate. Oh, die moeten we even allemaal zien te slopen. Ja, we moeten onze bar even opruimen, Rick. Want zo kunnen we natuurlijk geen klanten ontvangen, hè? Nee, hier ligt alles even helemaal... alles wat gewoon weg moet, gaat weg. Al het verrotte hout hier en daar. Hey, player inventory. Oké, wat is dit? Nog meer crates op de grond die allemaal kapot mogen. Hey, dit is, moeten we later unlocken. Hey, je hebt ook een bel gekocht. Ja. Lekker hoor, Rick. Hey, hier hebben we nog meer troep, een broken barrel. Buy a broom. Ik koop voor allebei wel, want we moeten ook alles helemaal even ontstoffen. Ik zie spinnenwebben. Ja, dit is ik zie, top, weet ik voor wat allemaal. Ze hadden het wel schoon mogen maken toen ik dit heb gekocht. Ik wou net zeggen, waar heb je dit gekocht? Ja, Marktplaats. Oh, Marktplaats. Ik heb een huis op Marktplaats gekocht. Ik ga even kijken of ik een broom kan kopen. Broom, broom. Hey, hou jij je mond nou eens even, merchant. Broom. Ik wil gewoon even een broom kopen. Ik heb er ook jeetje, een mooi beest op dit, hè. Ja, een mooi ding. Deze moet ook weg hier. Dus we kunnen niet troep op de oprit hebben. Ik wil wel buiten hier beginnen. Oké. Hoppakee. Gaan we naar binnen, inderdaad. Dirty. Even die boel schoonmaken hier gewoon. Oh, niet alleen de hey, ik zie dat hier ook dirt op de grond ligt. Dat moeten we ook schoonmaken. Druk bij. Oh, webs. Hier, web. Ik heb één web. Kan je ook met de broom schoonmaken? Oh, dan moet je ook met de bezem schoonmaken. Ik dacht dat het een stoffer of zo. Maar ja, we zijn in de middeleeuwen, Rick. Alles is even een beetje simpeler hier. Oh, we moeten weer een hoop kopen, Max. Oh, we moeten een barrel holden. Want Rick, kom even hier. Laten we even een momentje voor onszelf pakken. Ja. Voor de kijkers thuis. Wat deze game is, is wij gaan hier samen deze taverne. En wij noemen het een bar. Dit is onze bar. Ja. Die moeten we gaan opstarten. En op die manier moeten we allemaal klanten gaan ontvangen. Een beetje zoals mensen tegenwoordig met een supermarkt of met een sportschool. En weet ik wat je al vaker op YouTube ziet. Maar dan nu in de middeleeuwen. En met gewoon een taverne, oftewel bar. Ik kom mezelf zien. Hoe weet ik hoe ik eruit zie? Weet ik niet. Hebben we een spiegel? Nee. Nee.
Oké, laten we... Ik vraag me, als jij een barrel holder koopt, krijg ik die dan ook? Want dat is een dishwasher, is natuurlijk gewoon... We hebben er maar eentje nodig, denk ik, toch? Ja, want we hebben nu dubbele knaker. Het wordt wel een beetje donker, zie ik nu ook. Ik ga wel even kijken. Een hamer heb ik nu gekocht. Oh, die hamer die ga ik ook wel kopen. Ja, die is altijd handig. Even kijken. Barrel holder. Oh ja, koop jij maar alles, joh. Dan hou ik de geld. Ja, oké. Ik zie weer hoe het zit. Oh, ik begeld wel gewoon. Ik heb nog maar 900 euro. Ik heb nog... Nee, ik ook! We delen ons geld! Oh, nee. Shit. Nee! Oh, we delen ons geld. Nee. Oké, kan je wat dingen aan mij droppen? Is dat met Q? Nee, dat is geen Minecraft dit. Kan je droppen? Jeetje! Ja. Je moet niet een hele krat gelijk te droppen. Wat is dit? Ja, sorry. Huh? Oh, die moet hier. Wat is dit? Moet het je mag zelf kiezen waar ik moet. Barrel holder. Ja, die barrel holders moeten wel hier zo te zien. Kijk, die moet hier, zie je? Die barrel holder. En dan kan een item kan daarin. Oké, maar... Daar kunnen we barrels op plaatsen en dan kunnen we daar mensen drinken uit. Dit is zeg maar waar je zo'n krat op doet, een barrel, weet je? Ja. En dan stop je zo een vat en dan kunnen mensen bier uit drinken. Oké. Marks, we moeten even een indeling maken, want ik heb bijvoorbeeld hier heb ik een dish, ik heb een vaatwasser. Ja, laten we dat niet hier. Dit lijkt me het eetgedeelte. Laten we alles achter de toonbank hier onze keuken van maken. Ik denk dat dit hier de keuken gaat worden, hè? Ja, dus dit grote gedeelte hier de keuken. Zou ik en hier dan zo alles hier is gewoon... Dit zijn de lijpe plekken waar mensen kunnen chillen. Hier, want ik heb ook een brewing pot. Zullen we dan, zeg maar... Zo, jeetje! Is die groot? Dit is een unit. Oké, kies maar een mooi plekje. Oké, dan gaan we hier links gaan we echt een beetje het keukengedeelte doen, denk ik. Ja. Kijk, er komt hier de dishwasher. Oh, dit noem je een vaatwasser. Ja, dat is zo, hey, zo noemt geen het, emmer. Dit is een vaatwasser, oké. Even kijken. Even netjes neerzetten. Boom. Oh, dit ziet er ook echt mooi potje uit. Dit is echt heel mooi gewoon. Hier kunnen we lekker in koken in het potje. Even kijken. En wat is de unit die je hebt? Dit is een fermenter. Jezus. Gaan we hier bier in maken of zo? Ja, we gaan ons eigen bier brouwen. Kijk, en hebben we hier lekker die kan je nou bier in maken. Even kijken, dan hebben we barley wort en water nodig, maar dat hebben we allemaal nog niet. Dat moeten we gaan, dat komt goed. Nee, dat moeten we nog kopen. Wat heb je nog meer? Een hamer. Oh, ik kan kijken hoe je hem ook vaststaat met het handje eronder. Oeh, wat doet die hamer? Die hamer doet niks. Kunnen we daarmee repareren? Ik denk het. Oh, we moeten hier nog even vegen. Oh, kijk, je kunt... Oh, Rick, weet je wat, hoe het gaat zijn? Dit is zeg maar de balie. En dan komen hier de gerechten en dan kan je op het belletje klikken. Zo, weet je? En dan zou ik het zo pakken en ik zal het naar de klanten brengen. Oh! Ja, snap je? Ja. Het is niet eens een bar, het is gewoon een restaurant dit. Zo, maar dan moeten we uiteindelijk wel meer mensen gaan aannemen. Ik wou net zeggen, we hebben wel werknemers nodig allemaal. Hey, jeetje. Oké, laten we even wat dingen kopen. Ondanks dat het avond is, een barrel, een barley, ik koop het wel, oké? Je hebt het vorige allemaal gekocht, zal ik dit nu kopen? Barley zal ik kopen. Een barrel, een mug, een plate en een bucket, koop ik. Dan moeten we de barrel met water vullen. Weet jij waar water is? Nee, ik ga hem even snel kijken. Ik zie hier wel een lake, zie ik. Ik zie een bordje dat een lake die kant op is. De swamp en forest en field. Want dat is het ding, Rick. Het is niet zoals elke andere simulator games die we hebben gespeeld. Nee. Het verhaal hiervan is dat je eigen dingen moet verzorgen. Dus je moet ook waarschijnlijk later gaan vechten en weet ik wat allemaal. Jeetje, wat gaat de tijd snel ineens? Max, aan doe jij dat? Nee, bij de achteringang zit een wel. Een put? Een put, oh, ja. Oh, een put. Oké, even kijken. Ik kom maar aan de achteringang. Hey, hier zit een putje gewoon, hé. Een putje. Oké, vul met water. Hier ligt troep. Zo, letterlijk. Ik heb water gevuld. Is dit troep? Wat is dit? Garbage. Kunnen we dit slopen? Nee, dat kunnen we niet doen. Ik heb wel water. Moeten we even barley board van maken? Dat is... wacht, ik zal die barrels ook even plaatsen hier. Zo, komt-ie. Put an item. Oh, dat kan nog niet. Huh? Oké, laten we eerst even kijken. Komt-ie. Ik zal die waterbucket... Zal ik hierin doen? Kijk, dan moeten we hier... Moet ik water in doen? Hoe doe je dat? Met je emmer, denk ik, in je hand. Ik heb de emmer in mijn handen. Oh, bij mij niet. Oh, zo. En dan barley doe ik er ook in. En dan koek. Oké. Kijk, dan gaat hij bezig. Gaat hij koken. Hij is lekker aan het pruttelen. Hoor dat dan. En die klanten gaan dit helemaal lekker vinden. Wat wij hier dit is zijn. Heerlijk. Die klanten gaan genieten van ons bier. Dit is bier. Bier. Dat duurt echt lang. Ja. Zullen we even schoonmaken in de tussentijd? Kijken of we nog een prutje ergens op de grond vinden? Is goed. Kunnen we dit kleed ook niet even recht leggen? Hey, voetstap hier! Gadverdamme! Hé, joh. Weg ermee. En wat hebben we hier? Hey, we zijn bijna klaar. Nog niet alles is schoon. Je ziet het percentage. 81% schoon. Oh, hier. Spinnenweb.
Oh, pak hem. Pak hem, pak hem. Ik heb hem. Oh, 84. Ons bier is bijna klaar, Rick. Bier. Bier. Nog een spinnenweb. Nee, het bier is echt bijna klaar. Kom bij het moment, zei Rick. Je hebt nog heel kom even. Aan, dus... Ik kom eraan. Ja, oké, okay, en dan nu? Take barley wort. Oké, okay, dat heb ik dan. En dat kan dat dan is... in deze, in die fermenter. Oh, ah, dan moeten we het fermenteren. Water erbij, kijk, dat doe je dan zo. En dan doe je die barley, het bier doe je erbij, zo. En dan kook je het. Oh, dit gaat sneller. Dit gaat sneller. Dit gaat sneller. En dan gok ik dat we dit allemaal in de barrel moeten stoppen. En die barrel stoppen we dan daar. Juist. Denk, ja, dat klinkt logisch, hé. Komt ie, hè? Hij is klaar. Oké. Okay. Take a L barrel. Oké, kijk, de barrel doen we er zo. Dan is hij gevuld. Dan neem ik de barrel mee. En die plaats ik dan hier. Yo, kijk, dan kunnen we bier proosten om het te vieren. Wacht, ik moet dan eerst even ook koop zelf ook een, mok. Een mug. Ik ga nu een mok kopen. Even een grote, wel grote, echt zo'n mannenmok, hè? Ik wil een mannenmok, meneer. Een mannenmok. Dan koop ik die. Ik kan ook een bucket, gewoon in de bucket gooien. Ik heb ook een mannenmok. Helemaal land drinken met een bucket. Ja, ik mag één glaasje. Hey, ik zie een spinnenweb, wacht even, die gaan we eerst even weghalen. Hier, kom hier, web. Hoppakee. Oh. We zijn bijna helemaal schoon, hè? Oké, okay, dan doen we hier één keer tikken, dan vul je hem. Oh. Ik zie hem alleen niet in je handen. Nee, ik zie hem niet in jouw handen. Zijn we wel drinken? Weet ik niet. Ik ga drinken. Oh! Oh, mijn muis is omgedraaid. Oh, wat vervelend. Nee. Oh, ook die knopje. Nee. Oh. Okay, mensen, voor jullie duidelijkheid, letterlijk als ik op W klik, dan ga ik naar achter. Als ik op S klik, ga ik naar voren. Alles is omgedraaid. Oh, wat irritant. Wat irritant dit. Oh, dit is niet... het werkt wel uit. Het werkt wel uit, volgens mij. Of niet? Nee, nee, niet. Nee. Nee, waarom hebben we dit gedaan? Oh, nog 6 seconden onderin. Er staat rechts onderin, staat hoe lang het duurt. Oh ja. Dus 1, 2. Ik heb mijn doodshoofd. Oh, oké. Okay. Buy a table. We mogen tafels kopen. Kunnen we niet even slapen trouwens, want het is donker? Nee, ik vind het niet zo leuk. Waarom dat het moeten we... Oh nee, de dag is alweer begonnen. We hebben overuren gedraaid. Zal ik een tafeltje kopen? Koop een tafel. Furniture. Een tafel? Moeten we dan ook niet een stoel kopen? Nee, joh. Of nee, die mensen die staan wel, hè. Zou ik een plaatje... Weet je, deze mag jij weer plaatsen, Rick. Oké. Okay. Hier. Doe jij maar dit. Ik heb dat vorige gedaan. Ik heb het bier gemaakt. Dan ga jij dit wel weer plaatsen. Oh, het is een vreselijk grote Wil je gelijk hier de hele dansvloer bezetten? Ja, gewoon in de dansvloer vullen. Ja, je zegt niet van niet, hier, oh... Nee, de dans... Eerste tafel moet hier. We kunnen vast wel verplaatsen uiteindelijk. Oké. Okay. Even kijken, hoor. Oh nee, dit is wel leuker zo. Oeh. Maar ik had echt verwacht dat hij de hele vloer zou hebben. Je zei vreselijk grote tafel. Oh mijn god. Create barley pour. Wat is dat? Hè? Moeten we... Hier moeten we iets maken. Pot. Moeten we dit maken? Barley. Dan hebben we water en barley van. Als jij even barley haalt, graan. Dat is waarschijnlijk graan. Ja. Als jij graan haalt, dan zal ik water pakken, oké? Waar haal ik dat vandaan, hè? Dan moet je kopen. Oh. Maar we hebben gedeelde... We hebben gezamenlijke rekening, hebben we. We zijn stelling. Ja, maar... Het zijn geen goede tijden. We hebben een gezamenlijke rekening. Oké, okay, ik stop het water stop ik er vast in. Ik heb dan hebben we alleen nog graan nodig. Ik heb ik gok hout. Hoe zetten we hem aan? Gewoon met gas. Oh ja. Gas, water, licht. Even kijken. Barley. Het zit erin hoor. Koek. Oh, gaat er zelf aan. Het is echt gas dit. Kijk maar, het staat op gas. Ja. Wie betaalt de rekening dan? Ik niet. Gas, water, licht. Lood. Nou, dan gaat het. Ja, dit is het eten. Oh, joh, hey. Oh, kijk. Ik heb mijn mok af... Bij de... Oh, je mok moet je afwassen. Ja. Ah. Oh, we hebben een bord nodig. Kijk dit, joh. Ik moet hem zelf afwassen. Ik ben aan het schrobben voor mijn leven. Oh, dit is wel mooi. Hij ziet er wel mooi uit weer, hè? Ik ben jouw mok ook aan het wassen. Oh, Rick, jij had je mok erin gestopt. Ik moest hem wassen, hè? Dus dat gaan we dus even niet doen nu we samenwonen zoals dit. Ja, niet. Kom eens even hier, jongeman. Ja, wacht even. Ik wil even een bord kopen, want dan kunnen we... Oh, ik heb ook een bord. Oh, je hebt er een. Ja, ik heb hem gepakt, sorry. Ik zal hem even hier plaatsen. Food menu. Oh, we kunnen het nu kopen. Voor 30 munten kunnen we het kopen, volgens mij. Hier, kijk. Kijk dit nou. Even stopt hier. Oh, wat lekker. Oké. Oh, zo kunnen we het op het menu stoppen. Wat we verkopen. Kijk, we verkopen voor 30 munten verkopen we barley. Is dat graan? Graansoep of zo? Ik denk het. En we verkopen bier voor 22 munten. Ja, dat is geen geld. 22 munten. Nee, dat klopt inderdaad. Hé, maar jongeman, kom eens even hier. Ik heb nou jouw mok hier, hè? Ik weet niet, wacht, hoe drop je dat? Dankjewel. Hoe drop ik er één? Nu heb je ze allebei. Split. Juist. Je moet het erin stoppen, maar je moet ook wel wassen. En nu heb ik jouw vieze was gedaan weer. Ja, maar dat geeft helemaal niet. Wat is onze volgende stap? Oh, we mogen open! Ja. Oké, wacht. Ja. Hier hebben we voor geoefend, Rick. Hier hebben we voor geoefend. Wat gaan we tegen de klant zeggen? Hoe heet het? Wat is onze naam van onze bar? Bar. Bar. Oké, close. Komt-ie. 3. Aan jou de eer, Rick. Ja, mag ik het doen? Ja, dit mag jij doen. Okay. Jij hebt de kerstmuts op. 3, 2, 1.
Open. Ja. En nu? Waar zijn de klanten? En Shirk 3 Dishes, wacht. Oh, daar komen ze aan. Kijk, kijk, kijk. Daar komt hij in de verte. Ik koop snel nog een plate erbij. Oeh, goeie. En dan ga ik nog even bier maken, oké? Okay? Oh nee, we hebben geen geld. We hebben 50 munten. We kunnen echt niet zoveel. Ik heb nog graan. Hier, wacht. Zo, kijk wat een kast to mats eraan komt daar, jongen, in de verte. Deut, joh. Een behoorlijke beuken. Een beuken. Laten we hem verwelkomen. Laten we er binnen gaan. Kom. Dat is een massieve man die komt eraan. We gaan hier op hem wachten binnen, zo. En dan gaan we hem verwelkomen, oké? Okay? Ja, ga jij bij de keuken klaar zijn? Alsof we heel druk zijn. Alsof we vaak klanten hebben. Ja. Ik zet eten klaar. Elk moment. Komt-ie? Welkom in bar, meneer. Hij heet Leo Frick Stonebreaker. Ik zal zijn orde nemen, oké? Jij zit in de keuken. Ja. Leo. Hallo, meneer. Hij wil 1 bier. Ja, ik sta klaar. Top. Hier. Waar staat hij dan? Hier. Ja, take ill mug. Meneer, hier is uw bier. Geniet ervan. Er is troep hier. Hij heeft troep mee naar binnen genomen. Hoi. Verdorie, hij is Stonebreaker. Hij heeft wel een stoere naam. Hij is ook lekker aan het lachen in zijn... Ja. Jij is wel een beetje in zijn eentje lekker bier aan het drinken hier, hè? Saai. Neem je vrienden mee. Ik ga kijken of klanten aankomen. Oh joh, jeetje! Hey. Komt er net een binnenstroom hier. Hoe heet die? Dag. Driston Fireforge heet die. Wat wil je hebben? Hij ook één bier. Komt eraan. Ja. Hier, meneer. Komt die maar. Geniet van die biertje. Doe jij ook de afwas deze keer? Ja, zet erin. Ik doe de afwas. Sorry. Ik ben al aan het afwassen, blijkbaar. Ja, nee, top. Ik ben hartstikke druk aan het afwassen. Zo. Hey, wilt u nog wat, meneer? Of bent u al... Hij is helemaal tevreden. Zo, komen er nog klanten aan? Ja, daar komt een vrouw aan. Onze eerste vrouwelijke klant. Ja, die wil sowieso eten. Die Beatrix Greenfield. Die eten klaarstaan. Zij wil sowieso eten. Ziet er wel uit als iemand. Ja, die wil eten. Ja, tuurlijk wil die eten. Ja, staat klaar hoor. Staat klaar. Komt u maar, mevrouw. Hier, geniet ervan. De man is dronken. Let niet op Driston. Let niet op hem. Kijk, wat een mok eten dit, hé. Het is een boor. Ik moet een mok aan jou geven, want jij hebt die zo meteen nodig. Hier. Ja, top. Die moet jij natuurlijk zo gebruiken. En hier, maak in de tussentijd ook vast wat nieuw graan en zo. Oh, hier. Nog eentje. Zo. Is er nog één? Oh, nog één. Sorry, hallo mevrouw. Zij wil bier. Bier. Komt eruit. Bier. Bier, Rick. Ja. We kunnen deze mensen hier eruit als ze ons gaan vermoorden zoals we te laat zijn. Hallo, meneer. Is het niet tijd voor u om naar huis te gaan? Hij liet ze scheet, volgens mij. Hier, Rick. Doe jij deze keer maar de afwas. Zo, hier. Oké. Okay. Ik heb graan nodig. Ik heb een ding opgegeven. Heb ik gegeven? Ja, maar ik heb nog meer nodig. Oh, ik ga wel kopen, oké? Okay? Ik ga kopen. Er komt nog een klant binnen. Doe jij anders ook even de bestelling opnemen. Snel. Ik ga wel even graan halen. Hier, zo. Oh. Ik heb allemaal nieuwe graandingen. Hey. Close the Tavern. Ik moet hem dicht doen, is onze volgende stap. Als je wil, allebei. Als je wil, allebei. Heb je genoeg? Ik ga in tussentijd. Wat hebben we nodig? Eten of drinken? Wat moeten we bijmaken? Nee, drinken. We hebben echt drinken nodig. Oké, ik ga drinken maken dan. Deze doen zo. Hoppa, mag ik die emmer voor jou? Want dan kan ik water maken. Oh, die emmer ligt hier. Jeetje, Rick, ik wist niet dat dit zo stressvol ging zijn. Ja, ik vind het heel... Dat is echt veel stressvoller dan verwacht. Oh, ik ben aan het schrobben. We moeten hem dicht doen, hè. Maar jij moet echt schrobben. Je moet echt schrobben. Rick, er komt nog een klant. Ik ga hem dicht doen. Even evalueren over de eerste dag. Zo. Meneer, wat wil je hebben? Banish the drunk. Oh, moet iemand banishen, Rick? Biertje. Wacht, laten we eerst even die twee even helpen en zo. Ga naar buiten, joh. Joh, meneer. Hoe doe je dat? Weet het is goed zo. Het is goed zo, meneer. Ik heb hier een meneer. Ik heb een geluidje wat je hoort. Hey, waar is de bouncer? Zij is aan het zingen. Stil eens, ze zingt. Ze is ook dronken. Kijk, deze man snapt het tenminste. Maar hoe verbannen we hem? Hoe doen we dat? Oh, Max, ik heb nieuw water nodig. Ik heb water, hier. Ik zal een beetje water voor je erin doen. Zo, dan ga ik ook even bier maken ertussenuit. Hoe verbannen we die dronken klant? Ja, dat weet ik ook niet. Want dat mag helemaal niet dronken zijn bij ons. We zijn een niet dronken, ook serveren we wel bier. We zijn een normale bar. Een normale bar. Even weg, alsjeblieft. Hallo. Hey. Dat geluid, je kan ze niet slaan. Ga weg, mevrouw. Zo. Wegwezen. Hey. Hey, mevrouw. Ja, met de bezem. Wegwezen. Oh. Wegwezen hier. Kom. Op zo de mieteren. Op zo de mieteren uit onze bar. Dronken lappen, losers dat jullie zijn. Er ligt hier een appeltje op de grond. Pik hem. Wegwezen. Eruit. Wegwezen hier. Nooit meer terugkomen. Godverdomme. Als je nog misschien terugkomen. Oké, zo. Kom maar inderdaad morgen trouwens maar terug, want jullie leveren geld op. Het is goed zo, Rick. Gaan, het is goed zo. Oké. Rick, het is goed zo. En blijf. Jeetje. Nee, wat een eerste dag, hé. Hier heb je een appeltje. Ja. Die is me nu... Jij mag met appeltje. Hier. Zo. Och, lekker. Ja, hè? Jeetje, wat een eerste dag. Ik zie hier ook nog allemaal viezigheid hier op de randjes. En die viezigheid komt de hele tijd terug. Dat valt mij nu al op. Ja, dat is niet alleen
aan het begin was, maar dat het de hele tijd zo is. Laten we even schoonmaken. Even kijken, even controleren wat voor viezigheid we allemaal hebben gecreëerd vandaag. Ja, oh, hier voetstappen. Hebben we alle afwas al gedaan? Ja, heb ik gedaan. Heb je het erin gestopt of heb je het echt gewassen? Nee, ik heb het gewassen, ik heb het gewassen. Oh, je hebt het echt gewassen, oké. Nee, dan is het denk ik... Hey, we zijn helemaal schoon, zo te zien. Let's go. Dat goed, dat hebben we gedaan, hé. We hebben nieuwe... Ja, dat moet alleen nog hierin. Oh. Ik denk dat het handig is als we nog meer van die... Voordat we een nieuwe dag openen, dat we nog meer van die barrel plaatsen hier maken. Ja. Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het wel mee eens. Ja, kijk, we hebben nu één barrel hier, één drinkdispenser, maar we moeten eigenlijk wel meer hebben. We moeten ook waterbucket. Koop jij ook even een eigen bucket, dan hoef je niet ook die bucket te droppen. Ik ga wel even een bucket. Kunnen we ook niet iets aan een chest kopen? Misschien een gedeeltelijke kist of zo inderdaad. Ik ga even kijken. Furniture. Oh, we kunnen wel nog meer furniture. Een jukebox. We kunnen muziek uiteindelijk niet. Gast, je kan zoveel dingen kan je uiteindelijk kopen en plaatsen. Ja, maar dat hebben we ook echt nodig. Dat hebben we inderdaad uiteindelijk echt nodig. Gifts, torch. We kunnen ook een torch kopen. Gifts, van buiten misschien, maar we hebben nog niet genoeg geld. Ik denk dat het handig is als we nu eerst zo'n barrel... Oh, die kost 200. Daar hebben we ook het geld niet voor. Je hebt al het geld uitgegeven. Aan wat? Ja, ik moet zo'n bucket kopen van jou. Oh, dat komt inderdaad trouwens. Ja. Hey, laten we dan maar weer open gaan, denk ik, hè? We hebben even de controle gedaan allemaal. Ja, ik moet Is dit allemaal gemaakt, dit? Nee, daarvoor moest ik die bucket hebben. Oh, ja, ik had ook water. Zo, hoppa. Als nu wat goed is, is die bezig. Koek. Zo, dan gaan we nieuw bier creëren. We hebben nog eten hier. Zullen we nu de rollen omdraaien? Ik ga nu wel in de keuken staan, oké? Ja, is goed. Knallen maar open. Nou, doe jij maar open knallen. Ik ga wel in de keuken klaarstaan. Volgens mij heb ik een koksmuts op, hè? Of niet? Ja. Ik weet alleen niet hoe ik mezelf zie. Dat vind ik heel jammer. Ja, je ziet er fantastisch uit. Ik zie jij met je kerstmuts en zo. Ik ga wel even kijken. Ik ben klaar voor de eerste dag. Ik sta hier in de keuken. Ik zie nog niemand. Het is nog rustig. Het is nog rustig. Ja. We hebben geen vieze was. Mag ik de borden voor jou? Die heb jij allemaal in de mokken. Oh, ja. Die heb ik allemaal nodig. Mok, top, borden, top, barley. Dan ga ik nog even wat eten creëren. Oh, en de stoel. Kijk. Wacht. Ik zet vast het eten klaar. Zo, ja, zie je? Top. Doe ik nog even dit zo. Dan barley gaan we erin doen. Nog wat barley hier. Nog wat water hier. Dan gaan we nog koken. Is er nog geen plant? Man, ja, die massieve man komt er weer aan. Oh, niet die dronkelap, hè? Ja, nee. Dit is een massieve man. Nee, onze eerste klant komt weer. Oh, oké, prima. Oh, er komt er daarna nog eentje. Ik zit hem een beetje... hij komt nu echt. Het is Thor. Thor? Ja, kijk. Hallo. Jeetje. Thor inderdaad, iedereen. Neem ze bestelling. Wel aardig zijn, hè? Leo, hallo. Wat wil je hebben? Twee. Heb je honger? Jeetje, die staat klaar. Kom het maar, hoor. Je kan ze allebei pakken. Ik heb ze. Deze man wil in zijn eentje twee van die bakken vreten wegwerken. Twee bakken. Wat een dikzak, hè. Ik ga in de tussentijd... kan je gelijk... We hebben nog maar 3 van die bakken. Dus als je klaar bent, moet je het even hierheen brengen. Dan kan ik het afwassen snel. Ja, dat is goed. Hallo, we hebben een vrouw. Rick, zullen we wat hebben? Ja, maar ik moest even kijken. Hallo, Isabella. Wat wil je hebben? Oh, een biertje? Ja, natuurlijk. Biertje, alsjeblieft. Top, klaar. Neem het mee. Alsjeblieft, mevrouw. Geniet ervan. Oh, dat gaat ze lekker vinden, hè, Rick, dit. Hij heeft er één al op, hè. Ja, kom even snel, dan was ik hem af. Het zal alvast wel sneltoets zijn om iets te droppen, denk ik. Ja, ik, ik weet niet wat. Komen. Ik ga het even zo even afwassen, dit. Hoppa! Oh. Zo, die is schoon. Die is gelijk schoon. Dankjewel, meneer. Oh, hallo, mevrouw. Die mok ook. Ja, doe eens aan inderdaad. Ja, nog een biertje, alsjeblieft. Biertje, komt er maar. Hoppa, klaar. Met en die bakken hier, neem maar mee, inderdaad. Met G kun je snel droppen. Oh, met G, top. Nice. Mevrouw. Zo, lekker afwassen in de tussentijd. Ga pleiten. Hebben we weer een dronken iemand? Ja, die kan je met je bezem kan je ze wegsturen, hè? Goed, het is goed geweest, mevrouw. Het is goed geweest. Ga maar lekker naar huis toe. Heeft zij de drink al? Oh, dat heeft ze alweer, hè? Ja. Moet ik een taxi bellen, mevrouw? Een taxi? Moet ik met een koets en ezel bellen, mevrouw? Alwin Frostblade. Wat wil je hebben? Die hadden we eerst ook. Die wil een biertje? Ja, biertje. Biertje. Komt eraan, hoppa. Biertje is er. Geniet ervan, meneer. Geniet ervan. Hebben ze geen troep mee naar binnen genomen? Nee, ik ga gelijk kijken. Ja. Het is ik ga het dus afwassen. Zetten. Zo, lekker. Hey, waarom sta ik nou weer in de keuken? Dat vroeg ik trouwens. Hi, Armand. Wat wil jij hebben, jongen? Oh, ons bier is op. Nog een bier. Ik heb een biertje nodig. Oh, ik moet even het bier bijvullen. Wacht even. Ja, kom eraan. Ik heb bijgevuld. We kunnen 10 nieuwe... Hé, joh! We zijn level omhoog, Rick. We kunnen kisten zo maken. Daar hadden we het net over. Ja. Eén biertje, alsjeblieft. Ja, biertje. Dankjewel. We kunnen zo meteen een kist maken. We zijn level omhoog. Vrouw naar buiten. Als je niet tegen bier kan, moet je het niet drinken. Ga weg.
Hochzout. Hey, wegwezen hier met je paardenstaart, hè. Lekker weten, een bier in je paardenstaart stop jij. Ja, joh. Wat denk je nou? Lightbringer. Arman. Hey, heb je niet nog... Oh, hier heb je vieze mok. Hey, Valkenberg, hoe is het? Ik ben al echt hard in werk hier. Nee, jij bent wel de klantenservice. Barley porridge, alsjeblieft. Oh, ja, die hebben we hier, hebben we hier. Hebben we hier een biertje. Of een maaltijdje. Nee, die heb ik. Ja, top. Ja, ik zal intussen tijd van twee nieuwe maaltijden klaarzetten. Ja, dat is lekker. Een order is arrived. Check de ordersbord. Order? Hebben we... Ze doen we ook thuisbezorgd? Thuisbezorgd? Nee, ik kan me niet herinneren dat we daarbij aangesloten zitten. Hé, meneer, jij kan ook geen bier handelen. Wegwezen hier. Het is goed zo. Het is goed zo. Opstaan, opzouten. Doen we ook thuisbezorgd? Nee, volgens mij niet. Iemand hier, orderbord. Er staat hier buiten. Questbord. Rick, wacht. Oh, food delivery. Nee, dat meen je. Ja, wacht even. 100 muntjes. Ja, en nu ben ik hier al het werk aan het doen, meneer. Ik hoor aan. Potverdorie, hé. Ja, dat heb ik al voor hem. Hier. Oh. Is er een... moeten we thuisbezorgd doen? Ja, kijk hier buiten. Dat meen je. Dat meen je. Ilmuk. Zou ik hem bezorgen? Ja, ga jij maar bezorgen. Denk je dat je het aan kan? Ja, ik red het wel, hoor, joh. Oké, okay, hier heb je nog een mok, zo. Er zijn wel iemand die wat drinken wil. Die vrouw die wil wat bestellen, bedoel ik. Ja, wat wilt u dan hebben? Dan ga ik wel deze was ik even af. Neem ik één biertje mee en dan ga ik hem bezorgen, oké? Okay? Ja, dat is goed. Hier, mevrouw, lekker biertje voor u. Oké, wacht. Even kijken. Ik pak een biertje zo. Dan ga ik even kijken waar ik het moet bezorgen. Ja, succes. Even kijken. Ilmuk, take. Ik heb hem. Waar moet ik heen? Hey, moet ik helemaal de wildernis in? We doen ook thuisbezorgd. Ja, maar dat ken jij, joh. Oh, ik ga het pad wel volgen. Ik ben bang dat ik anders opgegeten word door wolven. Ja, jongen. Moet je helemaal niet over nadenken. Ik ben benieuwd wat voor thuis, wat voor huis ik aangekomen. Iemand heeft gewoon een biertje besteld. Via wat? Gewoon een briefje. Die is naar ons restaurant toegekomen. Heeft daar een briefje opgehangen, toen naar huis gaan in de hoop. Waarom neemt hij dan gelijk het biertje mee? Ja, hij had trek. Oké, ik ben er. Even kijken hoor. Oh, dit ziet er wel echt uit als een giftig bos waar ik hier ben. Wat is dit? Hij ligt hier ook te slapen. Alsjeblieft, mevrouw, eet maar. Ze liggen hier een beetje in het bos naar de sterren te kijken. En er zitten hier allemaal... Oh mijn god, Rick. Deze game is groter dan we denken. Ja? Deze game is echt groter dan we denken, ja. Oh nee. Eet smakelijk, mevrouw. Het begint de avond te worden, zou ik zo meteen... Ja, ik kom snel thuis. Doe maar dicht. Doe maar vast ja, dicht. Ja, zou ik vast dicht doen? Ja, we hebben wel veel geld verdiend vandaag. Ja, maar er is wel iemand onderweg. Ik laat hem nog even binnen, want anders is het ook en zo sneu. En dan dicht. De hele pad komt hier aanlopen. Gelopen, weet je. 18 kilometer gelopen voor een lekker biertje en dan... komen ze bij ons restaurant, bij onze bar komen ze uit, hoor. Of zou ik hem gewoon, net voordat hij de deur binnenkomt, zou ik hem gewoon dichtbanjeren? Nee, hij is binnen, toch? Oh, hij is al binnen. Oké, okay, doe ik hem dicht. Ik sluit onze taverne. Zo. Okay. Ja. Helemaal bezorging gedaan. Hallo, Liliana. Wat wil je? Porridge, vreten? Ja, natuurlijk. Hebben we dat nog? Ja, zeker. Wat hebben we nog? We hebben nog twee bakjes hier. Ja, even kijken hoor, mevrouw. Geniet ervan, hè. Jeetje. Laat dit gaat het smaken. Lekker vinden, hè. Laten we, kan ik het wegsturen terwijl ze nog aan het eten is? Dat weet ik niet. Ze is Frans. Ze praat Frans. Geen Fransen. Willen we niet. Wegwezen. Wegwezen. Stokbrood vreten. Geen Fransen in mijn etablissement hier. Nou, dat is een Frans woord trouwens, volgens mij. Ja. Trottoir, paraplu. Hey. Paraplu. Disney. Wegwezen. Ja. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Rick, wat een geslaagde twee dames. We hebben precies 500 munten en die gaan we bewaren voor de volgende aflevering. Want ik vind het leuk. Ik wil nog een aflevering van dit. Ja, ik heb hier... Ik heb echt naar mijn zin. Even kijken. Hier kan je alvast de afwas doen. Ja, voor de volgende aflevering. Hier kan je die alvast weggooien. Hebben we een prullenbak waar het in kan? Er is nog nee. Kan je die afwassen, die appel? Oh, er moet wel water in. Ik heb wel een beetje water. Ik ga nu even eens het bord afwassen, zo. En deze ook hier, hoppakee. Zo, dan heb ik in ieder geval de borden afgewassen. Die plaats ik dan eventjes... Oh, die kan niet. Die borden moeten we bewaren. Hey, in de volgende aflevering gaan we veel meer doen dan dit. Waar ben jij? Hier. Ah, hier. In de volgende aflevering gaan we veel meer doen dan dit. Dan gaan we nog meer doen. Ik wil ook weten hoe ik erachter kom, hoe ik er zelf uitzie. Ja. Misschien kan ik dat nog doen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat... misschien als we een spiegel kopen ooit. Is misschien wel leuk dat we groot een spiegel kunnen kopen. Ik kan wel een foto van je maken. Een spiegel? Een spiegel, ja. Ik heb wel een spiegel gehad, ja. ik ben benieuwd wie er geen spiegel heeft gehad. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou leuk? Laat het dan zeker even weten in de reactie. Zeker als je tot het einde bent gekomen van de video. Ik ben wel benieuwd wie dit nou echt heel leuk vindt. Rick en ik vinden het in ieder geval helemaal geweldig. En misschien dat we dan ook meer van dit soort rare makkerseries kunnen doen. Want die YouTube moeten we nog steeds gewoon even de grond instampen, die makkers YouTuber. Laat ook jij even maakt weten al video's met hem? Ja, zeker. Laat trouwens ook even weten of je een spiegel hebt of niet. Ik ben benieuwd. Ja, laat het even in de reactie weten. Heb jij een spiegel of niet? Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan zeker even lekker deze serie. Dit is namelijk de Raft-serie van Makkers en Rick. Makkers is een beetje leuk, maar Rick is wel leuk in die serie. Dus kijk zeker even de Makkers en Rick Rufter Rafter serie. En dan nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Spreek je later, glaasje water, telt 4 flesjes bier. En tot de volgende keer. Boom!